Martijn Fiesje. Check. Hier zit Jezus. Moest je lang nadenken of je mee wilde doen aan de preek? Ja, ik heb er toch wel even over na moeten denken. Ook omdat ik ben eigenlijk niet religieus opgevoed. Dus het zit mij niet zo in het systeem dat ik ook het gevoel had van, kan ik daar wel genoeg lading aan, gewicht aan geven? Maar ja, het is toch, kijk, als je een acteur bent en ze vragen je om iets te spelen, is het natuurlijk wel een soort van hele ultiem mooie rol om te spelen. Dus daar verheug ik me vooral ontzettend op om dat echt uit te gaan zoeken hoe je dat speelt. Dat de mensen dat ook accepteren. Want als je zegt, je wordt gevraagd om Jezus te spelen en je bent niet religieus opgevoed. Heb je dan wel een idee wie Jezus dan is? Nou, ik heb in ieder geval wel een idee voor Jezus, waar Jezus voor staat en ook waar Jezus voor mij voor staat. En daar ga ik het mee doen. Kende je eigenlijk het verhaal van de Passion, even los van de persoon van Jezus? Ja, mijn oma bijvoorbeeld, die nam me wel eens mee naar de kerk. En ik heb de Bijbel voor de kinderen gelezen. Dat is heel lang geleden. Dat was heel leuk. En het waren, kijk, ze las me bijvoorbeeld Brief voor de Koning voor, hè? Dus een boek van Tonke Dracht. Nou, dat gaat natuurlijk ook over goed en slecht. En over hoe je je verhoudt in een wereld die al die factoren in zich heeft. En inderdaad, ze nam me wel eens mee naar de kerk en dan luisterde ik, keek ik, ja, want het was een heel mooi gebouw en er zaten mensen lekker te zingen. En dat was natuurlijk wel iets wat me heel erg aanspreekt. Maar goed, ik kom uit een gezin van 4 kinderen en ik was de nakomer en ik was bijvoorbeeld de enige die niet gedoopt was. Ze waren mij echt vergeten, het dopen, dat is echt een rotstreek. Had ik daar echt mijn voordeel mee kunnen doen. Maar het liep zo. Mijn ouders die waren er minder mee bezig, of op hun eigen manier. Maar niet praktiserend. Leeft je oma nog? Nee, die zou 104 geweest zijn nu. Maar het was een taaie, het had gekund, maar ze is er toch eerder uitgepiept. Stel dat ze dit had gehoord, ja. Dat haar kleinzoon de rol van Jezus ging spelen. Wat had ze daarvan gevonden? Dat had ze heel leuk gevonden, denk ik. Wat vind jij van Jezus? Nou ja, wat vind je van Jezus? Ja, ik ken hem niet, maar dus daar waar hij voor staat, dat vind ik iets heel positiefs. Of dat, ja, dat is een leidraad voor heel veel mensen. En deels ook voor mensen die daar niet direct, zoals ik, mee grootgebracht zijn. Dus ja, het vertegenwoordigt iets groots en iets belangrijks. En er zijn een heleboel mensen die kijken en die kijken straks, die zien jou als Jezus dingen doen, ja. Voor wie het heel erg belangrijk is. Ja. Legt dat nog een soort druk op je, dat je denkt, ik ga nu iemand laten zien die misschien wel voor miljoenen mensen in de wereld een hele belangrijke figuur is. Ja. Nou, ik denk, kijk, ik beloof bij deze plechtig dat ik er met respect mee om zou gaan. Kijk, en dat ik het op mijn manier beleef. Ik denk dat mensen dat van me accepteren. Maar ik denk, zolang ik er met respect mee omga en echt mijn best doe om dat op een goede manier over het voetlicht te brengen. Ik denk dat mensen het dan, of althans, ik hoop dat mensen dat zullen pikken. En ik kan me ook voorstellen dat er misschien mensen zijn die er moeite mee hebben. Maar nou, daar wil ik er wel mee in gesprek. Wat ga je doen om straks op het podium een geloofwaardige Jezus te zijn? Nou, ik moet me inhoudelijk nog wat voorbereiden. Dus ik heb een afspraak met Henk. Die is predikant in Amsterdam. Een hele vrijzinnige, een hele leuke, geïnspireerde man is dat. En daar ga ik mee praten. En dan ga ik me door hem ook laten inspireren en ook een beetje bij laten spijken. Wanneer is voor jou de Passion geslaagd? De Passion is voor mij geslaagd als het mensen geraakt heeft en geïnspireerd heeft. En mensen troost brengt en hoop geeft. En een gevoel van gemeenschappelijkheid geeft. Ik denk dat dat dingen zijn waar heel veel behoefte aan is.